deze app kunnen introduceren. De Report app van Karen Bosman. Die is de bedenker van dit concept. En samen met MedWork, die ons helpen bij deze introductie. En ook zullen blijven helpen in deze introductie. Die wij vandaag voor alle medewerkers van Aruba Bank introduceren. Dat is wel een bijzonder moment, want dit is een global launch. Een wereldwijde launch van deze app. Die Aruba Bank als eerste aan zijn medewerkers kan introduceren vandaag. En wij verwachten dat er veel meer ondernemingen en organisaties gaan volgen in de nabije toekomst om dat bij hun medewerkers te introduceren. Voor Aruba, dat zei Sharon al, past dit heel goed in onze strategie bij Aruba Bank. Onze strategie is gebaseerd op 3 pillars. We deliver, we care en we build. En met name die laatste 2, we care en we build, past dit heel goed in. Want dat zijn onze ambities op het gebied van integriteit, op het gebied van vertrouwen en op het gebied van voortdurend verbeteren. Waarom? Omdat deze app de mogelijkheid biedt aan onze medewerkers om zich veel bewuster te zijn van wat bedoelen we met ongewenst en ongepast gedrag op de werkvloer. Denk aan discriminatie, aan agressie in welke vorm dan ook, in woord en in gebruik, maar ook aan sexual harassment, ongewenst seksueel gedrag. Deze beste is er ook eentje van. Dit soort ongewenst gedrag is heel lastig voor medewerkers om mee om te gaan. En wij denken dat deze app, wij weten dat deze app ons echt gaat helpen om die kennis en dat bewustzijn over wat is nou ongewenst en ongepast gedrag. En vervolgens ook enorm zal helpen voor onze medewerkers om, als er ervaringen op dat gebied zijn, om die ook vast te leggen voor zichzelf op hun eigen mobiele telefoon in de app. Hè, maar ook om die vervolgens te kunnen delen op een vertrouwelijke manier met een vertrouwenspersoon, een integriteitsmanager die we hebben in de bank of een specialist van MedWork. Dat is de idee achter deze app. Wij denken dat we daarmee de drempels verlagen om daadwerkelijk iets te doen aan ongepast gedrag op de werkvloer. En dat is voor ons als organisatie een hele belangrijke. Want uiteindelijk maakt ons dat een veiliger bank voor onze werknemers. En als het een veiliger bank is, onze ambitie is om het ook een great place to work te maken en te houden voor de komende tijd. En we verwachten dat dat goed is voor onze medewerkers, maar uiteindelijk natuurlijk ook goed voor onze klanten. Dus we zijn super blij dat we daarmee kunnen beginnen.